En eens kijken of Mirjam Groot een hele goede start heeft, of die mag weet vast te houden. Nou, dat was heel eventjes dat ze vast kon houden. Ze ligt beneden op de tweede, derde plaats. Dat is heel close racing. Ja, de dames, altijd spektakel. En ook daar de bocht 1. Kunnen wij mooi zeggen dat we hier. Naast elkaar de bocht 1. We hebben hier Marjolein Soeverink die al een ruime voorsprong gaat pakken voor Mirjam. Die gaat er alleen door volgens mij. Ik krijg nog net even een stuur eronder. Valt dat plaatsen terug, weet dat gas op de winter. En hier de auto van de Spirit Express van Marjolein. Ik heb druk om hoeven maken. Die heeft het 20 gaatje geslagen. Ja, het is zeker spannend op de tweede plaats. Er is op de zuilspraak, druk in gevecht. Met Mirjam Groot. Geef elkaar naar de klein down. Er hoort er allemaal bij. De auto van Mirjam Groot is onder de AFP Flowers. Ligt volgens mij nog steeds in de tweede plaats. Hier achter hoopt het een beetje op. Duwen en trekken. Ze willen met alle kosten gelijk de bocht op. De auto van 328 zonder nummer op zijn dak. Want ik hoort er zelfs ook nog zonder water rond. Ja, die zien inderdaad van benen gestoomd uit de motor vandaan komen. Ja, van de afstand. En ook de dames gaan hier de laatste op. Ja, Barry, een beetje mooie man voor haar. Goed voor de punten natuurlijk. En achter is nog een trein. Dan gaat je binnentrein over en op en uit. Nee, nou ben ik en over de laatste meter wordt nog geknoopt hoor. Jazeker.